Oh, dan kijk zo niet tegen. Ik ben Mark en ik ben vaak weer met Pussen Architect. Paragraaf 1. Zijn we hier gebleven waarbij we, nou ja, de veilige omheining in ieder geval hebben gemaakt. En nou ja, we gaan dus vandaag even deze cellenblokken nog eventjes afmaken. En daarna weet ik nog niet precies. Misschien dat we, nou ja, deze misschien gaan we sowieso doen. Dus heb ik eigenlijk wel een fabriekszaal, anders moeten we dat even gaan regelen. Volgens mij nog niet, maar dat kunnen we zo dadelijk nog wel even gaan regelen. Dus dat gaan we zo dadelijk dus misschien ook nog doen. Eerst moeten we wel wachten tot we meer geld hebben, zodat we wat meer dingen kunnen maken hier. Op het moment is het natuurlijk niet echt mogelijk. Dus daar moeten we even over na gaan denken. Ik heb wel een goede cashflow, dus dat scheelt. Zitten jullie nog met z'n tweeën in de cel? Begeleid gevangenen naar eenzame opsluiting. Zijn die ook helemaal vol of zo? Nee, dat niet. Oké. Okay. Waarom nemen ze deze gevangenen niet mee naar binnen? Misschien moet ik maar beter even de tijdelijke cel wat meer inrichten. Daar heb ik ook al een tijdje niet meer wat aan gedaan. Zo, dan hebben we toch wel wat meer weer. Kijk maar, het is wel heel fijn. Gewoon een veilige omheining om de cellenblok heen. Mochten we nou een keer willen uitbreiden, dan kan dat. Ooit. Misschien maak ik de werkplaats hier wel. Er is toch nog wel genoeg ruimte en dan is er ook weer de kans dat ze gaan ontsnappen. Laten we dat zo ook maar doen dan. Ik ga vast even blauw drukken maken. Oh nee, dan gaat die met de stormgenerator. Als wou ik hem zo helemaal doortrekken, maar dat gaat niet. Zoiets. Hoeveel geld gaan we daar eigenlijk van nodig hebben? We zullen nog even door moeten sparen, eventjes.
Nou ja, gelukkig is onze cashflow best wel hoog, dus dat scheelt. Alleen moeten we volgens mij nog wel wat meer bewaking toevoegen, denk ik. Dan moeten ze straks nog een paar even doen, denk ik. We hebben er nog maar 25. Dat zal dus betekenen dat we al iets van 10.000 euro's nodig hebben. Dollars, wat dan ook. Loren van gevangenen. Top. Laat ik maar alvast beginnen met de bouw ervan. Oh, ik kan het toch gelijk maken, helemaal top. Maak hier even tijdelijk een personeelsdeur van. Lekker even de boel afmaken, dat is ook wel fijn, ja. Oh nee, en dan weer een tunnel. Oh my god, really? Really? Dat is leuk. Not. We zien waar ze uitkomen. Goeie genade. Ik stel voor om even een grondig onderzoek te gaan regelen. In de tussentijd ga ik even wat meer bewakers aannemen, denk ik. En toen had ik weer minder geld. Jee. Ik vind het wel knap dat ze nog heel wat dingen vinden. Echt wel knap. Hier heb ik nog wel wat meer geld voor nodig, denk ik. Misschien moet ik binnenkort dan ook, als ik wat meer honden aan heb genomen, dat ik die dan gewoon hieromheen ga laten lopen. Vanwege dat ze nog wel willen ontsnappen.
Als ik daar dan al gewoon onder laat patrouilleren, dan vinden ze die wel makkelijk, die cellen. Of die tunnels bedoel ik. Kunnen we hier ook alvast een werkplaats van? Zaag, pers en tafel. Ik heb de blauwdruk hem al weg. Zo. Hoeveel kost die? Dat is toch wel een beetje wat. Dan laat ik meestal met de tafels beginnen. Even kijken, patrouilles met wakom. Kan ik in plaats van daar doen? Zet die gewoon mooi hieromheen. Zet er daar mooi eentje neer en daarin. Oké, de zaag en de pers. Ik ga er even twee persen maken. Ook al moet ik weer even wachten op geld, dat is dan maar zo even wachten is. Die heeft dan nog geen stroom. Nu wel. Programma's. Veiligheidsinstructie in de werkplaats. Oké, behalve ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like, abonneer op mijn kanaal en zie ik volgende keer weer. Later.